nog zitten? Ja. Voel je nu een verhoogde adrenaline? Of? Ik weet ongeveer wat ik kan verwachten. Het hoort er wel bij. Pijn hoort erbij. Ja, zonder pijn geen piercing natuurlijk. En zo te zien heeft Jeffrey Velder zelf ook al de nodige pijn geleden. Jeffrey is piercer van beroep en versiert anderen op de meest uiteenlopende plekken. Adem maar even goed, Ben. En adem maar uit. Uit. En dat was hem. Gaat-ie? Ja. En waarom vraagt trouwens niemand hoe het met mij gaat? Maar goed, het gaat. Jeffrey, ik sta nog een beetje bij te komen, hoor. Ja, gelukkig. Ja, want dan... Gaat het wel. Doe het wel. Ik heb het nog nooit echt zo niet bijgezien. Dus dan... En jij doet dat het is een chic idee. Ja, het is mijn werk, hè. Dus, ja, maar ja, is dat je enige excuus? Nou, ben jij een beetje wandelende catalogus van wat jij allemaal kan? Je in theorie, ja. Ja, ja, maar is, ja. Jouw ziek als bij de eerste aanblik zie je al een hoop. Wat is het eerste wat jij jezelf hebt laten doen? Het eerste wat ik aan mezelf heb laten doen, dat ik begon gewoon met een oorbel. En, oorbel? Ja, ja, gewoon een standaard oorbel. Hoe oud was je toen? Toen was ik 11. Van een klein oorbelletje naar dit gezantkunstwerk. Wat is er allemaal gebeurd? Nou kijk, mijn interesse is daar steeds verder voor gegroeid. Ik bedoel, ik vond vroeger ook het altijd helemaal fantastisch om naar bijvoorbeeld de National Geographic boekjes te kijken en dergelijke. Bij mij ging die fascinatie gewoon zo ver dat ik het ook, ja, bij mezelf ook. Ik denk dat ik mijn eerste tattoo liet zetten toen ik 16 was. Dat waren 3 steentjes. Oh, dat vind ik nog wel, ja, dat weet ik nog. Dat hebben heel veel jongens. Goed, dat zit er nog een beetje aan de binnenkant, maar er zit meteen iets naast. En het zit bij jou gewoon echt overal nu? Ik zit wel een heel groot deel vol getatoeëerd. Dat is... Ik heb mijn hele rug, ik heb mijn achterkant van mijn benen. Oh, je hebt niet te veel gezegd. Mijn hemel! En hoe lang lig je daar nou voor te creperen? Ik heb hier behoorlijk wat uren voor gelegen. Ik zou niet durven zeggen hoeveel dat er precies waren. En die zwarte ik zit erbij van dit soort vlakken. Ja. Man! Oh, dat is toch, dan drijf je toch van de bank af van de narigheid. Ja, ik moet zeggen, sommige plekken waren niet al te prettig. Maar goed, je hebt het ervoor over natuurlijk, hè. Waar moet dat naartoe? Persoonlijk vind ik het gewoon mooi als je gewoon behoorlijk volgetatoeëerd bent. En ik verzamel die plaatjes, om het maar zo te zeggen. Kijk, dat klinkt heel erg suf misschien, maar ik verzamel kunst. Net zoals dat iemand kunst aan de muur kan verzamelen. Dat verzamel ik weer, ik op mijn lichaam. Op je lichaam, maar dan moeten er oorlellen bij. Ja. Ja, dat is weer iets heel anders. Ja, kijk, die oorbellen, dat is wat ik je net zei over het hele National Geographic gebeuren. Kijk, als je oudere volken ziet, de hele antropologie, dat hele gebeuren. Precies. Ja, allerlei volkeren met groot opgerekte oren en dergelijke. En als je daar eigenlijk wat research in gaat doen, dan kom je er eigenlijk achter dat bijna overal ter wereld dit gedaan werd. Wanneer is dit af? Voor mij is het nooit af. Je bent altijd aan het leren, je bent altijd aan het door-evolueren, je bent altijd aan het... doorontwikkelingen. Ik denk dat als je stilstaat in je leven, dat niet goed is. Zo. Wat ga jij doen? Een bridge. En dat zit hier zo. Had ik nog goed begrepen dat jouw moeder een punker was? Ja, mijn moeder was vroeger al behoorlijk alternatief, zeg maar. Dus dat is er bij mij met... Met de paplepel ingegoten, om het zo te zeggen. Uh-huh. Dus vandaar denk ik dat die fascinatie voor lichaamsmodificatie, piercen, et cetera, dat het ook eigenlijk gewoon wel een hele logische keuze was. Mijn moeder heeft me daar altijd wat verder in losgelaten dan misschien de meeste ouders zullen doen. Ja. Ze heeft me ook altijd gestimuleerd in het werk wat ik deed, dat ze zoiets had van, nou weet je, als jij dat wil, dan moet je dat helemaal doen. Dan plof je er bij haar ook weer in. Zo. Nou, ik heb mijn moeder wel eens gepierst. Hoe voelde dat? Ik heb mijn moeder wel eens gepierst. Ik vind het wel moeilijk om dat op mijn moeder te doen. Kijk, ik zie het natuurlijk als mijn werk. Kijk, ik zie het als mijn professie. Alleen is het wel zo, je doet een naald door je moeder heen. En ja, dat is inderdaad gewoon lastig. Het is maar goed dat je zo'n kapje hebt. Het is nog redelijk cool, zoals je het vertelt. Zo, dan moeten we weer door, want hij sterft 1000 doden, volgens mij. Ik kan nog terug, hoor. Ja, dat wil ik niet. Ik wil niet terug. Even goed diep in. En dan maar uit. En dan maar. Dat is hem. Jeetje, jongen. Nou, hoppakee. Blijf maar even liggen, want volgens mij ben je nog een eind weg. Hoe ging het? Nou, dat viel me nog wel mee eigenlijk. Hey Jeffrey, nou heb jij dit erin gepierst? Ja. En hoe ver gaat dat nou bij jou dat... Dat piercen zijn, hoe ver gaat dat?
Ja, kijk, je kunt natuurlijk heel ver gaan. Kijk, je hebt ook bijvoorbeeld dingen zoals suspension. Dat is eigenlijk het hangen aan piercings. Dus eigenlijk haken die je in de huid pierst. Dus... Wacht even hoor. Ja. En dan gaan er... Ik probeer het even terug naar wat je net zei. Ja. Haken in je huid? Ja, het komt eigenlijk van hele oude rituelen af. Waarom zou je dat doen? Het is eigenlijk gewoon omdat je lichaam allerlei stofjes aanmaakt. Dat voelt fijn. Uit paniek of zo? Het is een combinatie van eigenlijk adrenaline, endorfine, stresshormonen, et cetera. En die combinatie, ja, dat vergelijk het met in een achtbaan zitten. Dat voelt er heel spannend, dat is heel spannend. En je krijgt er zo'n raar onderbuikgevoel van. Ja, dat wat eigenlijk heel erg raar is, maar wel heel erg fijn is. Doe dat keer 20 en dan heb je een suspension. Hoe ben je erachter gekomen dat je dat super leuk vond? Nou, ik moet zeggen, toen ik begon met piercen had ik daar niet echt super veel interesse in. Maar gewoon het feit, het hele rituele aspect erachter, vond ik heel erg interessant. En op een gegeven moment was voor mij de tijd daar om dat eens een keer uit te proberen. Maar als ik jou nu aankijk, zou het voor mij weggelegd zijn? Dan zeg jij, ik denk het niet. Ja, ik weet niet of jij daarvoor opgesteld. Ik denk dat jij zegt, ik denk het niet. Ik durf niet meer op je rug te slaan. Ja, maar niet uit. Straks sla ik weer zo'n haak vast. Oh, wat erg. Nou... Phew, ik ben weer wat wijzer geworden, mensen.